Dankjewel. Champagne op dinsdagmiddag in de Goffert voor de nieuwe trainer Adrie Bogers en technisch directeur Remco Overzier. Bogers was eigenlijk als assistent binnengehaald, maar gaat dus nu de leiding krijgen over de ambitieuze club uit Nijmegen. Dus toen ging waarschijnlijk het verhaal steeds meer leven dat er intern opgezocht werd naar een oplossing waarin in ieder geval een beetje de filosofie van de club zoals die de komende jaren gaat worden, iemand ervoor zou staan die dat zou uitdragen. Nou, uiteindelijk kom je dan bij mij terecht. Hij weet wat de top van de Hyper League vraagt. Dus dan is het een hele logische optas om soms om een keuze te maken waarvan mensen misschien denken, hey, opvallend dat je dat doet. Maar we hebben een plan en daar wijken we niet vanaf en dat doen we met onze eigen mensen. En de verwachting is dat NEC meespeelt op het kampioenschap in de eerste divisie. Uiteindelijk vind ik dat NEC dat ook moet uitstralen. Anderzijds zal ook nog wel een seizoen zijn van waarin je wat hobbels moet nemen om dat uiteindelijk te bereiken. Dus dat is wel een mooie uitdaging.